Deze nieuwsuitzending die gaat over het corona-schandaal. Want we zijn klaar met 2020, dus alle gegevens zijn binnen. Als je het hebt over overledenen, want dat is toch zo erg. Kijk dat iemand twee weken lang uh, overal pijn heeft en hij moet in bed liggen. Ja, dat kan van alles zijn. hè. Er zijn natuurlijk ook nogal wat mensen die... Jo, oh, oh, dan hoef ik niet te werken. We zijn zeven, twee weken buiten beeld. Ja, ik moest echt bijkomen hoor. En dat, dat vind ik helemaal niet erg. Echt niet erg. Hè? Maar dan gaan we niet de hele samenleving voor plat leggen. Dat er maar een paar mensen in bed gaan liggen dan gaan we allemaal plotseling niet meer met de bus. En ja, blijf uit de trein weg. Want, uh, voor die paar weken dat je buiten boord bent. Gaat toch weg. Ja, het gaat om de overledenen. Daar gaat het aan. Dacht ik. He? Nou. En het CBS houdt dat netjes bij voor ons. En waar je nu naar kijkt. Dat heb ik gekopy-past van de website. En dat kan je hier vinden. Het is een heel gedoe om dat te copy-pasten. Nou. Dit is dan uh, Stadline van CBS. En dit gaat dan over de bevolkingsgroei. Uh, hier heb ik het aantal inwoners van uh, 2020 uh, gevonden. Eind november. 17,5 miljoen mensen. Hoppakee. En je kan ook hier. Dan zie je de overledenen, en dan worden. Uh, ...ingedeeld in 0 tot 65, 65 tot 80 en 80 jaar en ouder. Ja, zo kan je dit allemaal kopie pasten Dus niet eens uh, eenvoudig. <laughs> maar het kan wel. Ik zal het even laten zien, waarom niet. Dan doe je selecteer alles. op En dan doe je kopiëren En dan ga je naar <laughs> open office. En dan maak je een nieuw uh, werkblad... Dan zeg je plakken. hoppakee, Het laat allemaal nergens op, natuurlijk. En dan pak je dit stukje. En doe je kopieer, En dan ga je naar een platte tekst editor. Maak ik ook even een nieuwe aan. En doe je paste. Oké. Nou, en dan moeten al die spaties eruit. Dat doet even het CBS, hè? 3, spatie 219. Ja, dat is geen getal, lood Maar dan haal je die spaties weg. Hoppakee. En dan heb je getallen. Je nou, dan pak je dit. En dan doe je een copy. En dan ga je terug. Dan maak ik hier een. Deze gooi ik weg. oké En dan maak ik een nieuwe. Een werkblad. En dan zeg ik paste. Oké. Kijk, en dan heb je zo die getallen over gehaald. Dit, dit werkt echt heel erg goed. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En zo heb ik dit bij elkaar geplakt. En hier zie je de jaartallen. Dus 1995 tot en met 2020. Nou, verder gaat CBS niet terug. En dan heb je hier het inwonersaantal. Dat kan je dus ook allemaal uh, opvragen. En dan heb je hier het aantal mensen dat overleden is. In totaal. Dit is de categorie 0 tot 65. Dit is de categorie 65 tot 80. En dit is de categorie van ouder dan 80. Ja, dan kijken we even naar het percentage mensen dat overleden is. Want je ziet namelijk dat het enorme aantal van Nederland... dat neemt enorm toe. Daar gaan we ze dadelijk over hebben. Maar je moet eens kijken naar het percentage wat overlijdt. Dus, nou. Dan heb je hier de percentage staan. Voor diezelfde drie categorieën: 065, 065. En dan gaan we nu in deze kolommen de boel uitdrukken. In de hoeveelheid mensen van nu. En dat zijn er namelijk 17,5 miljoen. Dus in 1995 is er 0,876 mensen overleden. En dat staat gelijk aan 15, 153.000 mensen. Nou, dan heb je zelf weer voor 0 tot 65, 65 tot 80. Zo dus kan je het mooi vergelijken, hè? Want dit is een, een duidelijk stijgende lijn. Dan moet je hier eens naar kijken. Ja. Dit zijn de inwonersaantallen van Nederland. door de jaren heen. Kijk hoor. Oh. Is dat niet zo mooi in beeld? Nou, zo zie je wel goed, hè? En je ziet dus dat de hoeveelheid mensen in Nederland. is... Uh, uh, ja. Uh, ja, dat stijgt nogal constant. Hè? Het stijgt ongeveer met 100.000 mensen per jaar. Dus ja, als je in een land steeds meer mensen krijgt, dan gaan er natuurlijk ook steeds meer mensen dood. Want mensen gaan dood. Dus, daar moet je wel rekening mee houden. En dit is niet een kleine stijging, dit is een substantiële stijging. Dat zie je hier wel. 100.000 mensen per jaar. Dus 100.000 mensen, een stad als Arnhem. Die heeft iets, bijna 100.000 mensen. Ja, oké, dat komt er dus ieder jaar bij. Hè? Dat is op zich een, een, een maatschappelijk fenomeen natuurlijk. Het dichtst bevolkte land van Europa groeit jaarlijks met 100.000 mensen. En we zijn het dichtbevolkte land van Europa. En het op drie na dichtst bevolkte land ter wereld. En dan komen er dus honderdduizend mensen per jaar. Uh, hoppakee, oh, wij komen erbij. Want uh, ja, zo druk hier. Ik dacht, nou, daar komen wij ook. Uh, ik heb helemaal geen hekel aan niemand niet. Uh, maar het is wel een, iets om rekening mee te houden. Uh, dit verandert je samenleving aanmerkelijk natuurlijk. Huh? Anyway, dan moet je dus rekening houden met uh, het aantal inwoners van nu. Dus dan heb je een percentage van, van 0 tot 65, van 0,169. En dat is dan uitgedrukt in aantallen inwoners van nu. Is dat die H3, als je hem ziet staan? Ik moet hem een beetje groter maken. Zodat je even met me meekijkt. Hier staat de formule H3... Een H, dat is deze kolom. Ik kan er nou niet op klikken, want dan ben ik de ding kwijt. H, en dan nummer 3, dus dat is dus die dus. Dat is het percentage. En dat vermenigvuldigen we met B28. En dat is deze jongen. Dat is het inwonersaantal anno 2020. En dan moet je dat delen door 100, omdat het gaat om een percentage. Ja, dan krijgen ze die aantallen. Daar kunnen we een mooie grafiek van maken en dan zie je dit, goed uh, een beetje scrollen nog. Enorm schandaal is dit hoor. Neem er maar je tijd voor dat je dit in Een ietsje kleiner maken nog, ja, zo kan je het wel goed zien, denk ik ja, dit zijn de aantallen mensen die jaarlijks zijn overleden. en dan gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei. Ja, wat je hier ziet. Ik <coughs> moet even mijn check pakken, een seconde. Wat je hier ziet is dat als je kijkt naar de groep van 0 tot 65 jaar dat het aantal mensen dat in Nederland... in die leeftijdscategorie overlijdt... dat daalt. Dat zie je hier. En is dat erg? Nou ja, dat betekent dat er minder mensen... Uh, ja, van 0 tot 65 overlijden. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. En kijk je naar die categorie... van 65 tot 80... dan zie je een soort van schommel. Maar ja dat varieert dus kennelijk een beetje. Het is sinds de uh, 2008 of zo iets licht aan het stijgen. Ja. En 2020 is in dat kader niet. Uh, ja, dat ik denk, oh, wow, wat echt. Nee, meer de, ja, gelijk de voorspelling, zou ik zeggen. Ja. Dat. Uh, ja, het is nog steeds in 2020 zijn er minder mensen overleden in die categorie dan in 1995. Dus ten opzichte van 1995 is 2020 een prima jaar. Er is niks aan de hand. Dus. En kijk je naar die bovenste categorie met die gele driehoekjes. Ja, dat is boven de 80. Ja, daar zie je een trend dat er steeds meer oude mensen overlijden. En dat is heel fijn. Wat je wil is dat iedereen op hoge leeftijd overlijdt. Dus je wil dat die trend zich doorzet. En je ziet dat sinds 1995, toen zijn er 70.000 mensen overleden, uitgedrukt in het inwonersaantal van nu. Ja. 70.000 oude mensen overleden. En, ja, en, en dan zie je vanaf dat moment dat er, ja, het neemt toe met zoveel duizend per jaar wat er meer op hoge leeftijd overlijdt. Je trekt er maar een lijntje doorheen. En dan zie je dat 2020 helemaal niet een uitzonderlijk jaar is. Het is een trend. Steeds meer mensen gaan op hoge leeftijd uh, de pijp uit. Ja, Het heeft alles te maken met goede voeding, gezonde beweging, uh, nou, een, een goede leefomgeving, uh, niet te veel herrie aan je kop, uh, frisse lucht. Uh, nou, je kent die dingen wel, nou, en dan krijg je dit effect, dan worden mensen steeds ouder. En dat wordt helemaal bizar. Als je dat onderscheid legt tussen onder de 80 en boven de 80. Dat zie je hier. Een groter maken. Dus dan heb ik die 0 tot en met 65 en die 65 tot en met 80, die heb ik op één hoop gegooid. En dan krijg je deze grafiek. En uh, uh, wat is hier aan de hand? Ja, helemaal niks. Sinds 1995 gaat het steeds beter met ons. Qua levensverwachting. Dat is een trend. We worden steeds ouder. Dat is de trend. Dat kan je hier zien. Het aantal mensen dat onder de 80 is overleden, dat is een stuk lager door het aantal mensen wat in 1995 onder de 80 overleed. Want in 1995 gingen er meer dan 80.000 mensen dood. Terwijl ten opzichte uitgedrukt in ons huidige inwonersaantal 80.000 mensen iets meer, de 83 84.000 mensen gingen er hemelen, terwijl in 2020 is dat maar een ruime 70.000. Dus dat is 10.000 minder uh, dan in 1995. Van onder de tachtig, dus die mensen onder de tachtig, ja, daar gaat het prima mee. En dan gaat het al een hele tijd heel goed mee. Het, in 1995 ging het niet zo goed met die, uh, nee, maar sinds die tijd gaat het heel goed met de mensen die jonger zijn dan tachtig jaar. Waar is het probleem? Jo, ja, maar Wuhan, COVID-19, SARS-CoV-2 bedoel ik eigenlijk. En we hebben ook nog. Oh, er komt een bericht binnen uit Washington. Ja, Trump heeft het ook. Huh? Dat is onzin. Serieus. Dat is heel erg. Dus de, de katholieke kerk weer is weer helemaal lekker bezig. Oh, maar Piri, wat heeft de katholieke kerk hiermee te maken? <laughs> ja, die heeft er helemaal niks mee te maken, joh. Ben jij gek. Nee, het is de katholieke kerk. Ja. Ze verzinnen een verhaal over een virus. En dan kijk je naar de sterftecijfers en dan is er niks aan de hand. Het gaat beter met ons dan in 1995. Dus in uh, is het 25 jaar tijd uh, gaat het echt een stuk beter met ons. Dus wij hebben In 2020 hebben uh, we net zo'n slecht jaar gehad, zeg maar, als in 2005. Ja, er zijn een hoop oudjes uh, de, de pijp uitgegaan. maar kijk je naar die lijn. Je ziet dat het aantal oudjes dat overlijdt, dat was in 1995 was dat maar 70.000. En uh, ja, in, in 2000, ja, yes, zie je het mezelf. We zitten nou op de 90.000 oudjes. Maar dat moet. Snap je? Er is de trend... En daar kan ik ook niks aan doen. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ja, je kan zeggen, oude mensen, hoe moet je ermee? Ja, daar heb je wel een punt. Ja, laten we eerlijk zijn. Maar dat betekent niet dat je. Nee, ja, dan word jij dus ook maar oud. En ik ga maar nadenken over dat jij niet nutteloos wil zijn als je zeventig bent. En hoe kan jij als je 70 bent nog iets bijdragen aan de samenleving? Ja, je kan moeilijk op je, op je 63 stoppen met werken en dan 30 jaar lang je hand ophouden. Hey. Yo, ik heb uh, zoveel jaar gewerkt en uh, nu heb ik vakantie. Ja, op kosten van de samenleving. Ja, natuurlijk moeten die oudjes moeten zo actief mogelijk blijven. En, ja, en doen ze het dan niet meer. Ja, dan, dan is de activiteit voorbij en dan moeten ze maar dood. Hey. Maar dan zo oud mogelijk. Natuurlijk. Iets mooiers kan ik er niet van maken hoor. En wat Mark Rutte heeft gedaan. samen met Hugo de Jonge. en die Fauci. en, en alles wat maar werkt voor de paus. dat is een economische oorlogsvoering. Dat is het. Het is een daad van oorlog die men gepleegd heeft. Om even heel Nederland plat te leggen. Om niks. Je ziet het hier. Om niks. En we weten zeker dat die maatregelen, die hebben mensen levens gekost. Die maatregelen. Zogenaamd om uh, die oudjes te redden. Die maatregelen hebben gekost. Ik zal even die andere gevikte bijpakken. Even kijken wat ik die staan heb. Deze kan dacht ik weer. Ja, dit is een werkdingetje. Oké. Okay. wat heb ik hier nog in. Dat is ook heel informatief. Dit is dan de vergelijking ten opzichte van de laatste drie jaar. En dan per week. Dus dan zie je hier van 2020 per week het aantal doden. En dan percentages, en dan 2019 percentages. En dan zie je het van week tot week, en dan krijg je dit plaatje. Heel stippies. Maar je ziet dat als je kijkt naar het aantal doden per week, dat ja, het is in 2020 ongeveer hetzelfde als in de voorgaande jaren. Niet een heel groot verschil. Behalve van week 12 tot en met week is het, 19 of zo. En dat was die speech van Mark Rutte. Trek het even bij. Ik zou hier eigenlijk verticale lijntjes in willen hebben. Dan kan je het goed zien. Dat trucje heb ik pas net gelicht. Maar je moet het nou even op je oog met doen. Maar hier is het week 12. Hier is het, hier is het week 15. En dan had je de piek. Hè? En week 12, dan begint het. Dus dat is deze. Die moet je hebben. Hier zie je een opmerkelijke stijging. En die zet door, en die zet door. En ik heb hier een hoogtepunt. Dit is heel opmerkelijk. Dit is een hele steile golf. En hier, die rode driehoekjes, dat is de griepgolf van 2018. Of 2017. Kijk hoor. Oh, wacht even. ja, 2017 heb je ook een golfje. Maar je moet die gele hebben. Dus 2018 zijn die gele. En daar zie je een griepgolf. Ja. Maar deze golf is veel steiler. Dat kan je niet verklaren door besmettingen of zo. Er is hier iets aan de hand. Dat ik het weet. Dit is de zwendel. En die mensen die toen overleden zijn, daarvoor moet je aannemen. die waren toch wel overleden. Ja. Had misschien nog maar een paar maanden te leven. En dan komen die maatregelen van Mark Rutte. En dan denken die mensen: ja, hoe ja, maar allemaal zitten? Want in het grotere geheel. maakt het niet zo gek veel uit. Even weer terug naar die andere. In het grotere geheel: je ziet die lijn hier lopen. En ja, de voorspelling was minimaal dat je hier zou zitten. Als je die lijn zo doortrekt, krrr, dan kom je ongeveer hier uit. En we zitten dan ietsje hoger. Boah. Ja, wat scheelt dat? Hè? Ja, toch? Ja, je ziet in, uh, van, van 2014 tot 2015 heb je een stijging in die uh, categorie boven de 80... van ja, zeg maar, 5.000 mensen of zo... En hier heb je een stijging, ja, ook zoiets. Dit is niet uitzonderlijk. Dit ligt in de lijn der verwachting. Maar wel is het zo dat die mensen die dus hier overleden zijn, die zijn overleden op dit moment. Van week 12 tot en met week 19. Na die maatregelen. En zo kan je uitrekenen hoeveel uh, levensmaanden die maatregelen hebben gekost. Want deze mensen die waren toch wel overleden. Maar die waren dan later overleden. Dan was het meer uitgesmeerd geweest. Maar nu, uh, je, je moet dus zeggen dat het gaan gaat over. Ik, ik schat zo'n beetje drie maanden. En dan, dan gaat het om. Toch wel 10.000 mensen. Dus de 30.000 levensmaanden uh, hebben die maatregelen gekost. 30.000. Het is een heel groot schandaal. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb hier geen woorden voor. je de dingen die je gaat denken, is. de galg en de guillotine. En ik. Dat, 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 zo wil ik het niet denken. Dat zou ik slecht vinden. Ik vind wel dat je Mark Rutte mag paintballen lijkt mij geen enkel probleem. En dat verdient hij. Maak Rutte paintballen. Ik weet precies hoe dat moet, hè? Of precies, ik weet het ongeveer. Wat je nodig hebt, zijn een stelletje jongens die goed kunnen paintballen. En je hebt nodig uh, jonge vrouwen. 20, 23. En die, uh, die gaan Mark Rutte interviewen. Dat zijn mooie vrouwen. En je hebt ook nodig oude vrouwen. Maakt niet uit. Het mag 70 zijn. Of, je moet wel een beetje vitaal zijn. Met de vluchtauto's. En dan lekker veel van iedereen. En die schutters, die. Uh, moet je goed kijken naar de The Day of the Jackal. De Dag van de Jakhals. Goede film. En dan weet je hoe je dat moet doen. Ook een beetje filmpjes kijken van de Mossad en hoe die laat werken. Even verdiepen. Oh ja, Soon Tzu moet je. Uh, maar dat geldt meer voor die mannen, ja en die vrouwen hebben een, een, een hele eenvoudige opdracht. Heb je nog nodig cameramensen, mannen en vrouwen maakt niet uit. Ja, moet je hem pakken. Iedereen oortjes. Het mooiste zou zijn dat je een chip in je kop hebt en dat je geen oortjes nodig hebt, maar dat het via de wifi gaat. Maar dat is zo'n hoge technologische toestand. <laughs> maar een oortje dat moet kunnen. Een coördinatiecentrum heb je nodig. En dan pak je hem. Van zeven kanten natuurlijk. Hè? En een blauwe plek, uh, dat, uh, daar gaan we niet over laten zeuren, dacht ik. Ja, toch? Oh. <coughs> Het moet te doen zijn hoor. En uh, dat kan je dan combineren met een boerenprotest. Ja. En die boeren uh, hoeven helemaal niet te weten. Dat het hele protest van, hè, waarom toch toen? Dat weet ik ook niet. Maar alle snelwegen plat en uh, dat soort dingen. En dat die vluchtauto's, die, die, die zijn maar gepland. Iedereen weg. dan zit iedereen thuis achter de, achter de koffiemelk. En de chocolademelk. En een beetje wodka erbij. En dan gaan we kijken op tv of ze het uh, gemerkt hebben. <laughs> dat Mark Rutte onder de peen zit. Ja, toch of niet? En dan is het wel genoeg geweest, hoor. Dat ze het wel even begrijpen. Dat wij ook uh, gecoördineerd kunnen toeslaan. Dat weten ze niet, wij weten dat ook niet, want we hebben het nooit gedaan. Maar ik denk wel dat wij dat kunnen. Wat je moet regelen, je moet een, een commandocentrum hebben dat werkt met ICT allemaal, met IP-nummers. Dan moet je een virtual private network hebben met een honeypot. Als er een inbreker komt, dat die, uh, nou, dan moet je maar opzoeken hoe dat werkt. Een honeypot heet dat. Ja, en dat is je commandocentrum. Iedereen heeft zo'n. Nou, ja, ik wil dan de PX Communicator. Dat is mijn machine. Maar dat kan je ook doen met een smartphone. En dat kan je. Je moet die software. Die moet helemaal werken. Dat moet je uittesten. Ja, dat lukt er wel. Ja. Het oh, is niet zo moeilijk hoor, een beetje berichtjes sturen. Het ja. ja, projectplan moet erin staan. Je moet precies weten waar de vluchtauto's staan. GPS-dingen. Ja, je hebt dus geschoten op Mark Rutte met een peenbollen. En op je smartphone, dan weet je precies waar je naartoe moet. En dan loop je heel rustig en dan uh, stap je in een, een vies rood autootje. of een vies grijs autootje. of een of ander onbeduidend autootje. Van mij op het ga je in de kofferbak liggen. Hoeveel lang uit achter de dingen met een dekentje eroverheen. En een oude vrouw met een hond. En die hond zit ook op de achterbank. En jij ligt dus uh, voor de achterbank en die hond die zit er bovenop. En dan gaat ze zo. Oh, ik moet eigenlijk. Als haar oud vrouwtje gaat ze rijden. Niemand heeft dat in de gaten. Ja, en dat moet, allemaal, dat moet je dus organiseren. Dan moet je het ook uittesten. het systeem werkt. En dan doe je een nepoefening. We doen alsof iemand speelt Mark Rutte. En dan even het hele systeem testen. Ook dat er, er wordt iemand aangehouden of een oud vrouwtje. Er gebeurt iets en wat gaan we dan doen? De dus een of andere weg wordt afgezet en wat gaan we dan doen? Plan B, plan C. En iemand moet het coördineren en die moet beslissen: oké, okay, plan B. En dan press the button. Wap, iedereen weet het. Oh, uh, Sliedrecht Oost is uh, plan B ingetreden. -E het is heel leuk om dat te doen hoor. Om die software te ontwerpen en te testen. Lekker spelen, man. En dan heb je dus dat, dat paintballen, hè. Doe je dat op korte afstand of lange afstand? Dat kunnen we. Maar dan moet je aan die jongens overlaten. Als nou, ze dat doorgeven... wat ze kunnen, hoeveel meter en zo. En dan terugpakken. Het lijkt mij niet meer dan terecht. Dus mijn zegen heb je. Want ze hebben ons gepakt. Er is een daad... Van oorlog gepleegd. tegen het Nederlandse volk. Een daad van oorlog. Ik ga afsluiten. Uh, ik wil graag afsluiten met een. Het heet een, Ja, is het nou een mop? Ik denk het wel. Een mop, een Afrikaanse mop. In Afrika was een dorp. En aan de rand van het dorp. daar woonden de arme mensen. In het centrum van het dorp. waar het plein was. daar woonden de rijke mensen. omringd door de arme mensen. Dat snap je wel, hè? Mooi zo. Nou, eh, aan de rand van het dorp woonde een oude man. En die man. ...had een kip gekocht. Een kuiken. En hij gaf die kuiken eh, korreltjes, zaad, dingen. Hij haalde van alles voor dat kuiken. En het kuiken werd lekker echte kippen. Eh. En ging eieren leggen. En die oude man heel blij met die eieren. En ook heel blij met die kip. Want hij denkt, ja, zo dadelijk heb ik kippensoep... Ja, je gaat zo'n kip niet voor de, de KCK de hele dag eten lopen geven. dat is geven en nemen. Dus je geeft aan de kip en je neemt de kip. Haar eieren en uiteindelijk de kip. Ja, dat is de grap van een kuikerkopen. Een kuiker kost je geen drol. Maar je moet dat wel helemaal vol proppen met mais of whatever. Dan krijg je een lekkere kip. Ja, en die man... Er wordt s'nachts allemaal tumult in zijn tuin. En, en hij, hij kijkt naar buiten. Er zijn jongens van het andere dorp. En die, die pakken zijn kip. Ja, en hij is een oude man. En hij is een kip kwijt. Dus hij naar nou, die rijke mensen. In het midden van het dorp. En hij zegt: ja, die jongens van het andere dorp. Die hebben mijn kip gestolen. En die mensen van het dorp van... Ja, nou jo, is, ja... Is, ja, dat is, ja, is, ja, is, ja, is wel vervelend. Jo. En ze deden helemaal niks, hè? Hm. En die man maar terug naar huis en die... Nou ja, als er niemand wat doet, dan neem ik me gewoon mijn kip kwijt. Ja, ik ben een arme oude man en ik kan ook verder helemaal niks, dus... Uh... Ja, laat maar zitten. Dan is, dan is dat het weer, hè. Dus die man gaat door met zijn leven en dan hoort hij dat er een geit gestolen is. En dat iemand bezig is op het marktplein om daar stampij over te trappen. Want er is een geit gestolen. En hij denkt, oké, okay, maar dan doe ik mee. Dus hij naar het dorpsplein en zegt, ja, over die gestolen geiten... Ik wil nog eventjes herinneren dat er van mij die kip is gestolen... Ja, en nu is er een geit gestolen door diezelfde jongens van datzelfde dorp. Maar er is voor mij een kip gestolen. Haal die kip terug. Ja, je mag niet zomaar iemand zijn kip afpikken. En die mensen, ja, maar jij met je kip en... Nou, uh, dit uh, 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 is een geit, man. This, uh, uh en ze we deden helemaal niks, hoor. Dat was wel erg dat er een geit gestolen was, maar ja... Uh. Dus Uitgestolen. gestolen. Er is een oude man die denkt, nou, daar gaan we weer naar. Ja, als het zo is. En niemand doet wat hè. En niemand gaat weer door met zijn leven. En dan hoort hij dat er weer tumult is in het dorp, want er is een vrouw verkracht. Door die gozers van dat andere dorp. En een brute, hè? Helemaal onder de blauwe plekken. En een tumulsjongen in het dorp. En die man denkt van nou daar gaan we weer. Hè? Dus hij loopt er naartoe. En hij zegt ja over die verkrachtingen. En, uh, daarvoor was er die geit gestolen. Maar daarvoor was mijn kip gestolen. Als je nou eens begint met mijn kip terug te halen. Snap je? In het Engels heb je zo'n spreekwoord en dat heet uh, het trekken van een lijn. Tot hier en niet verder. Dat moet je in gedachten doen. En denk nog eens even na over het paintballen van Mark Rutte. Of Hugo de Jonge, of Sonja Barend. Of... Het, st het sterft. Van mensen die smeken om gepaintbold te worden. Ik dank u.